Ja. En de laatste deelnemer is niet de minste. Ja, het is niemand minder dan... U ziet er al in beeld verschijnen. Het wordt een soort suikertaart, komt ze op. Oh. Te leuk. Patty Bright. Ja. En ja, zondag was ze nog doodziek. Teruggekomen uit het buitenland. En zij liet zich natuurlijk niet kennen. En strijdt gewoon mee om de strijd. Om morgenavond toch nog een plek te veroveren. In deze fantastische show. Sterren dansen op het ijs. Ja, en ze stond afgelopen maandagochtend op de ijsbaan. Kijk. We kennen haar natuurlijk allemaal van Luf. Vorig jaar mocht Marga al meedoen. Gaat Patty haar collega overtreffen? Of moet ze met de rollator het ijs op? Ja, het is voor mij 100 jaar geleden denk ik dat ik geschaatsen. En ik ben 150. Dus je kan je voorstellen dat ik helemaal niet zelfverzekerd het ijs op ga. Eerste voorbereidingen. En dan die eerste pasjes. Ik wil ze graag even voelen of ik überhaupt kan blijven staan. Want als dat dan niet gaat, jongens, dan ga ik gewoon weer in het AMC liggen met mijn bloedbadje hier. Blijven staan blijkt nog niet zo gemakkelijk. Gelukkig valt Tyrell in de smaak. Ik ben altijd dol op een goede nicht. Toch? Of niet? Ik moet het van mijn lenigheid hebben. En ik hoop dat hij dat begrijpt. Nou, Patty, allee! Laat maar zien dan. Nou, dat valt niet tegen. Maar dit wel. Ah, ik heb zo'n pijn. Ik kan het gewoon niet. Hoe kom ik nou te verdomme over die pijn heen? Ah! Even. Oh, ik heb zo'n pijn aan mijn voeten. Oh, ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn voeten gehad. Maar Patty, wat denk je? Wordt het erop of eronder? Wat denken jullie nou zelf? Natuurlijk ga ik winnen. Zeker waar, naast dat is toch te krankzinnig? Oh, 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 oh. We zien José even in beeld, collega van Luf. Hartstikke leuk. Maar ze wordt in ieder geval gesteund aan alle kanten. Daar wat kan een lef, wat een lef, wat een lef. Wat heerlijk dat ze meedoet, hè? Ja, ik vind het enig. Nou, de Amerikaanse zangeres Jennifer Rush scoorde midden in de jaren 80 een grote hit met de ballad The Power of Love. Ja, en vanavond schaats onze eigen powerwoman op dat prachtige mooie nummer. Hier is Patty Bright. The whispers in the morning and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. Ik heb gegild. Ja, je hebt gegild.
Nou, fantastisch toch dat het je het doet. Het is jouw schuld dat ik je zit, verdorie. Ja, ik moet eerst even zeggen. We waren vorige week in Curaçao. Ik zeg, jij niet enig om mee te doen. En je bent op stellensprong teruggevlogen. Maar wat kwam er wat op? Wat kwam er op? Zoals jij toch fantastisch... Bloed kwam erop. Nee, maar het is echt... Ik weet dat je schouder is uit de kom. Ja, het is wel in de kleur getaped. Ik zie dat jij aan je voeten geen last hebt. Nee. Sponsen, schuimrubber. Het is echt een bouwpakket. Ik ga in de aanbieding bij de bouwmarkt. Ik zweer iets. Gerard Joling, you owe me big time. Ik moet even... Wat een rotzak. Het is één grote suikertaart. Het is te leuk. Maar, dames en heren, hebben we ooit een suikertaart gezien die in spagaat ging? Ik vind een groot applaus. Fantastisch. Fantastisch. Lieve Geer, ik kan alleen maar één ding zeggen. En dat is... Zondag dacht ik echt in dat vliegtuig, ik ga overlijden, ik red het niet. Nee. En weet je wat het mooie is? Ik heb nu alweer de drie leukste dagen van mijn leven. En dan kan je toch niet meer verliezen. Nee. Ik ben in een warm bad terechtgekomen bij je. Ik haat je, maar je weet, ik hou zoveel van je. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Nee, heerlijk, schat. Het is, we hebben van je genoten. Dames en heren, we hebben genoten van er, hè? Heerlijk, ja, natuurlijk. Kijk, we kijken even op beeld. Kijk dan eventjes. Als je haar maar goed zit, hè? En dat zit het zeker. En de rozen staan in bloei. En Patty Brad blijft nog even stilstaan voordat de kuur begint. Ik ben één grote kuur, joh. Ja, het is echt ongekend. Ach, en dan zie ik die pleisters zitten en dan voel ik me echt schuldig. Oh, kijk, die pleisters! Lekker charmant. Erg. Lola, ik krijg een 3, ik weet het. Maar let op, die spagaat die maakt toch wel heel veel goed. En ik ga zo nog even... Ja, daar komt hij. Eerst vrijen. Even vrijen en dan in één en dan keer... die wimples. Denk ik er nog over na, gaat het nog gebeuren. En dames en heren, en daar komt het. Yo! Oh, hilarisch. Ik hou ervan. Ik ben een rotzak. Je zou bijna zeggen dat het programma moet gaan heten met je sterretje op het ijs. Maar we houden het netjes, we houden het netjes. Denk je dat je de jury nog haalt, Patty? Nou, met hulp van mijn taai red ik alles. Helemaal goed. Dames en heren, applaus voor Patty Braart. En natuurlijk als schaatspartner. Oh, 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 oh. Ik vind je moed en je lef echt ongekend. Weet je, ik vind ook, je belooft iets. Ja. En dan zit alles tegen. Je hebt 10 uur vertraging, je hebt alles. Oh. En het gebeurt uit een grapje. Maar je pakt het me nooit meer af. Want ik heb zo genoten. Dank jullie ook op de tribune. Echt waar. Tribune gesproken. Ik zag jouw collegaatje José een traantje wegpinken, maar ik weet nog niet wat voor traan het was. Dat van ellende, denk ik. Dat mag je straks zelf aan hem vragen. Maar we gaan natuurlijk naar onze jury, dat hoort er allemaal bij. Wil, wat vond je van onze Patty? Oh. Nou, in eerste plaats, ik heb genoten. Dank je wel voor deze hele mooie, leuke kuur. Bas en Adriaan zijn er niks bij. Je hebt ons veel plezier gegeven. Natuurlijk valt er wel iets te verbeteren, hè? Maar... Joh. Wat zou dat zijn? Joh. Maar Patty, ik heb toch ook een chasseetje gezien. En een stroke op één voet. En die hield je mooi lang aan. Een arabeskje, dus, heb ik me laten vertellen. Nou... Maar met jou is het altijd feest, denk ik. Ja, met Geer ook en daarom sta ik hier. Maar ik vind het echt een dankjewel. Feest. Dankjewel. Dankjewel, Wil ook. Nou, ze mag straks de punten geven. Want ja, onze winnaar van afgelopen seizoen, onze Hein, heeft natuurlijk ook zo geheel zijn eigen mening over nou, die Patty. Ik heb absoluut bewondering voor je. Laat ik dat even vooropstellen. Nee, je gaat er toch gewoon staan. En iedereen kan roepen wat ze willen, maar het valt niet mee om daar te gaan staan. Overigens, ik dacht trouwens de eerste minuut dat je niet ging bewegen, maar dat kwam uiteindelijk... Dat ik heb het ook kwam bewonden, uiteindelijk goed. Groot amusement, ik vond het top. Dankjewel, Hein.
En mocht het je nou gegund zijn dat je morgen doorgaat... en in het ergste geval, mocht het nou echt gegund zijn... dat je ooit, zeg maar, deze tweede reeks gaat winnen... zou ik het wel heel leuk vinden als Hein jou dan gaat liften. Ja. Nou ja, dat durf ik wel te beloven nu. Ik heb nieuws voor je, ik heb nog nooit gelift. Ik heb een chauffeur. Goed, die gaan we er nog even uitleggen tegen die tijd. We gaan nog even naar Jane. Ja. Gaat ie? Ja, ik heb je vast. Jane, als laatste mag jij. Patty, ik vind je zo ontzettend dapper om dit aan te durven. Terwijl je... We veilen er zo van het ijs. Kennen... We kunnen al meteen gewoon de punten doen, dan hebben we dit. Ik koop de volgende 3 dagen geen krant. Dat is het ding. Ga door, Jane. Ik denk niet dat ik het eruit krijg. Flashback, Jane. Ze gaat een kopje koffie. Het wordt niks meer met Jane. Oh. Jane. Oh, 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 schat. Lieve Jane, om het je gemakkelijk te maken, wil je nog wat zeggen of wil je gewoon je punt geven? Ik wil alleen zeggen, Patty, ik weet niet of je de scores gewonnen hebt, maar je hebt de harten van de zelf en uit gewonnen. Absoluut. Dank je wel. Nou ja, we moeten eraan geloven. Het is en blijft wel even een wedstrijd, want het is niet niks. Want als je doorgaat, dan ben je dus morgen de pineut en moet je proberen die 10 weken lang vol te houden. En wanneer ga ik dat dan trainen vannacht? Juist. Dus we gaan eerst naar de punten. We gaan eerst naar de punten. Jane, jouw punt. 4. Een 4 voor Patty. Ja, sorry. Oh. Oh. Peter, Peter. Ja, maar ik mag niks zeggen, maar ik ga toch even voor mijn beurt. Want ik wil je kronen tot de prima donna assoluta van het Hilversumse Mediapark. Vanwege deze grote performance. En dan krijgt ze daarvoor... De punt is een omgedraaide 9. Een 9. Een 6. Oh, een 6. Oh, een 6. Een vier blij maken met een dode mus. Oh, nou is hij dood. Je bent dus... Wat? Peter, je hebt de tranen in je ogen staan, dat zegt al heel veel. De eerste 10 is binnen. Ja. Als je ze bij elkaar optelt wel. Heel goed. Wil, jouw punt. Een 5. Een lachende 5. Ik hou van je. Mark? Ja, wij hebben zoveel moed om grappen om niemand te vinden voor Horridon. Hij is iets zo moeilijk, een clown, iets grappen. Ah. En ik denk dat met jou in de show, it's fantastisch. Je komt binnen en iedereen is aan het lachen. Dan, alsjeblieft, welkom bij Horridon. Oh. En ik wil 1 punt voor de petticoat, 1 punt voor de spagaat en 1 punt voor de slow motion. Ik heb nooit een nummer zo langzaam de hele show. Dat is fantastisch. Hartstikke bedankt. En wat voor punt krijgt ze nou? 3. Oké, dan is dat helemaal duidelijk. Yeah. Ik heb genoten. Ik vond het grote amusement. Van mij krijgt ze 6. Een 6. Dat is... Oké. Voor Patty het gemiddelde cijfer van een 4,8. Patty, had je dit verwacht of had je het hoger ingeschat? Nou, ik had 8,4 gedacht. Dat denk je zelf. Ja. We gaan kijken naar de tussenstand, want hoe staat het ervoor? Want Lola had namelijk ook niet zo heel hoog... we gaan niet naar de tussenstand. Want dit waren dus de jurycijfers van vanavond. En u thuis, echt waar, u thuis bepaalt mee. Kijk, zij hebben gelachen, misschien heeft u ook gelachen, of misschien wel helemaal niet. Als u nou vindt dat Patty een plek in de finale verdient, bel dan naar 09090315. Of sms Patty naar 4600. En dan gaan we nu wel kijken naar de voorlopige eindstand van de punten van de jury. Dus als het aan de jury lag, zag het er zo uit. En dan zou Petra, nou, met die 9,2 op een eerste plaats zijn en dus doorgaan. En zou Patty, ja sorry, toch niet door zijn.
Sorry. Ja. Ik kan niet wachten op dat bed. Oh, maar goed, dit zijn dus de jurycijfers. Het zegt nog helemaal niets. Het ligt allemaal aan u thuis. Dus er kan nog een heleboel veranderen. Patty, ik laat je eindelijk los. Je mag met Terrell uitrusten. Zoek een bed. We laten het je weten wat het wacht. Zo, dit was echt even... Mijn buikspieren zijn getraind door het lachen. Dit waren de 5 kandidaten die meedingen naar de felbegeerde extra plaats in Sterrendansen op het IJs.